Ja, vrienden. Het spel is op de wagen. Ja, tussen de Caroline en de Mark. Ja, en dat is al weken bezig. Want zij wil dus heel graag een debat. De Caroline wil graag een debat met de Mark. Maar de Mark, die heeft daar natuurlijk geen zin in. Want die denkt bij zichzelf, ja dag. Die BBB, die gaan als een raket in die peilingen. En ik blijf daar eens even lekker uit de buurt. Dus, dan gaat dat niet door. Ja, en toen zei hij ook nog laatst, toen zei hij, ja, het kan niet, ik heb geen tijd, want ik heb het zo druk met campagne en debatten en weet ik veel wat allemaal. Dus het kan helaas niet doorgaan met de Caroline. En toen maakte hij gelijk, ja vrienden, een afspraak bij Vandaag Inside. Want daar had de Mark dan wel even tijd voor. Ja, nou goed, in ieder geval de Caroline, die is wel een beetje klaar met de Mark. Ja, die is behoorlijk geïrriteerd aan het raken. Maar niet alleen door dat gedrag, ook door hoe de Mark is geweest de laatste jaren als premier. En die denkt van, nou, ik wil daar niks van. Hier, heb je hem gezien? Hier, dit in de Telegraaf. Ja, hier, hoppakee. Lees je even mee? Ja, zolang de Mark aan het roer is, gaat ze niet met de VVD in een coalitie. Nee, dat doet ze niet. Dus, en nu zegt zij dus gewoon heel hard en groot, nee, ja, tegen de Mark. En ik vind dat hartstikke goed. Ik denk bij mezelf, ja, eindelijk eens eentje in de politiek van al die partijen, want er durft niemand iets te zeggen. Want oh hey, we zouden VVD of Rutte nog eens tegen kunnen komen in de toekomst. En dan maak ik geen kans op een baantje als minister of wat dan ook, staatssecretaris. Oh, dus moet je dicht. Nee, niet de Caroline. De Caroline die zorgt nu voor duidelijkheid. Ja, de Caroline die zegt het nu gewoon. Die zegt, luister, niks de Mark. Ik wil niks met hem te maken hebben. Kijk, en dat is transparant. En dat is eigenlijk ook het nieuwe elan, vrienden. Zij heeft het er niet over, maar ze doet het gewoon. En ze zegt het gewoon. En al die andere partijen doen het allemaal in de broek en zeggen niks. En of dat voor nu te maken heeft, nou, twijfelaars kan het gewoon even over de streep helpen. Ja, die kunnen denken bij zichzelf, oh, als ze daar zo duidelijk over is, dan ga ik misschien toch wel met de Caroline mee. Ja, want de Caroline, beste vrienden, neem dat maar van mij aan, dat is niet zo eentje zoals die Segers, weet je nog, van die ChristenUnie. Want die riep 2 jaar geleden, nadat de Mark een tijdje had zitten liegen, ho, ik doe niet meer mee in een nieuwe coalitie met de Mark. Nou, en niet heel veel later, oh, ChristenUnie, ja, even een beetje, een klein beetje achter de ellebogen. En die gingen toch, ja hoor, en die gingen gewoon weer meedoen met de Mark. De Caroline zie ik dat niet doen, vrienden. Nee, de Caroline, die blijft haar woorden wel trouw. En we weten nu precies waar zij staat. Nou, hey, voor nu, misschien is het een beetje te laat. Maar voor de volgende verkiezingen weten we in ieder geval waar zij voor staat. En het motto blijft dus, vrienden, hashtag ta 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 ta. Alle ballen, ja, alle ballen op Caroline.